Zwemmers komen vandaag weer massaal naar de Boskampen in Westerbork. Dat was de afgelopen 4 dagen wel anders. Het bad moest noodgedwongen dicht nadat vrijdag een buis in de machinekamer knapte. Die stroomde vervolgens vol met water. De brandweer werd opgetrommeld om het water uit de ruimte te pompen. En een medewerker van de gemeente is druk bezig geweest om alles weer te laten werken. Die heeft het hele weekend samen met een specialistisch bedrijf gezorgd voor alles wat onder water heeft gestaan. In eerste instantie drogen, daarna kijken wat er allemaal gerepareerd moest worden en vervangen moest worden. Nou, dat is uiteindelijk maandagmorgen is dat afgerond, die klus. 'S Middags is de apparatuur getest en 's avonds komt er groen licht. Het zwembad kan weer open voor publiek. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Heeft u enig idee? Nee, sommige dingen die zijn heel prettig dat ze spontaan gebeuren. In dit geval is het dramatisch, deze spontane. Het is een leiding die knapt. En daar heb je van tevoren geen weet van dat een aantal zaken gebeuren. Het is nog onduidelijk wat de financiële schade is voor de gemeente Midden-Drenthe.